oorzaken, behandeling en symptomen van menorragie. Oorzaken, behandeling en symptomen van menorragie. Menorragie wordt meestal niet veroorzaakt door iets ernstigs, maar als het zich voordoet moet je een specialist bezoeken die kan bepalen hoe ernstig het is. De hoeveelheid bloed die een vrouw verliest tijdens de menstruatie kan veel variëren. Niet alle vrouwen bloeden met dezelfde intensiteit of dezelfde duur. Hierdoor is het moeilijk om te weten wanneer we te veel bloeden of te weinig. Weet jij de symptomen van menorragie? Natuurlijk kunnen we zien of we veel bloedverlies hebben, maar hoe meet je dit precies? Het beste is om jezelf te observeren. Het is belangrijk om veranderingen waar te nemen, omdat er een probleem achter kan zitten. Maar wanneer kunnen we het beschouwen als menorragie? Wanneer beginnen we het als een ziekte te zien? Lees verder om deze vragen te beantwoorden, waarover mensen zich zorgen zouden kunnen maken. Wat zijn de symptomen van menorragie? We hadden het al eerder over overmatig bloeden. Dit is een van de belangrijkste symptomen van menorragie. Let op de frequentie waarmee je je sanitaire producten moet verwisselen. Als je je elk uur moet verschonen, heb je waarschijnlijk last van dit probleem. Als dit 's nachts ook het geval is, moet je zeker ook opletten. Als je last hebt van menorragie, duurt de menstruatie meestal ook langer dan 7 dagen. In de regel kan het tot een week duren, maar als je die lijn overschrijdt, kun je het beste contact opnemen met je huisarts. Zeker als je al die tijd dezelfde hoeveelheid bloed verliest. Een menstruatie als deze veroorzaakt vermoeidheid en een verstikkend gevoel. Het is zelfs niet vreemd dat je bloedarmoede of dergelijke problemen vindt bij vrouwen die lijden aan deze aandoening. De oorzaken van menorragie. De oorsprong van de aandoening kan zeer divers zijn. Daarom kan de diagnose ingewikkeld zijn, net als de vorm van de behandeling. De volgende factoren kunnen echter allemaal een rol spelen: onbalans in de hormonen, oestrogeen en progesteron reageren op elkaar om de wanden van de baarmoeder te behouden. Als deze echter niet in balans zijn, wordt de wand te wijd en ontstaan er overmatige bloedingen. Dysfunctie van de eierstokken. Het klinkt misschien vreemd, maar het is mogelijk om niet te ovuleren, maar toch menstrueren. Onder deze omstandigheden begint het bloeden en treedt menorragie op. Polypen, dit zijn kleine goedaardige kiesten die ofwel bloed absorberen of produceren. Veel vrouwen die dit probleem ervaren, gaan door fases van menorragie terwijl tijdens andere momenten juist het tegenovergestelde gebeurt. Daarnaast is de menstruatie pijnlijker en voelen de vrouwen zich meer gezwollen. Vleesboom, de naam zelf geeft aan dat ze goedaardig zijn, ook al zijn het tumoren in de baarmoeder. Net als polypen veroorzaken ze een grote hoeveelheid vloeistof. Adenomyose, bij deze aandoening groeien cellen van het baarmoederslijmvlies in de spierlaag van de baarmoeder. Hierdoor kan de menstruatie erg pijnlijk zijn. Complicatie van spiraaltje. Hoewel het een veelgebruikte methode van anticonceptie is, hebben sommige vrouwen er problemen mee. Kanker, dit is de meest gevreesde oorzaak, maar de minst voorkomende. Het kan ontstaan in de eierstokken, baarmoeder, of baarmoederhals, cervix.
Alleen deze oorzaak is al een goede reden om de dokter te informeren over wat er aan de hand is. De behandeling van menorragie. Hoewel de behandeling zal afhangen van de oorzaak, zijn dit de meest voorkomende, ontstekingsremmende middelen. Veel vrouwen zien verbetering door deze eenvoudige oplossing. De meest effectieve zijn middelen die uit mevalaminezuur, naproxen of ibuprofen bestaan. Plaatsing van het spiraaltje. Dit apparaat dient om hormonen vrij te geven, wat goed is voor de vrouwen die aan de eerder genoemde onbalans lijden. Zoals gezegd zijn er vrouwen die problemen hebben met een spiraaltje, zodat ze een anticonceptiepil kunnen proberen om de menstruatie te reguleren. Tranexaminezuur. Dit werkt door het bloed te laten stollen, zodat het bloedverlies vermindert. Omdat het niet zo verdund is, is het bloedverlies minder vervelend. Operatie. Dit wordt aanbevolen voor polypen, verklevingen en kwaadaardige tumoren. Als dat mogelijk is, is het de snelste manier om ze uit te roeien. Zoals je kunt zien, wordt menorragie meestal niet veroorzaakt door iets ernstigs, ondanks dat het je bang kan maken. Als je denkt dat je een van de symptomen van menorragie ervaart, is het altijd het beste om naar een dokter te gaan, de oorzaak van het probleem vast te stellen en het zo nodig te behandelen. Vergeet ook niet om door je bij een gynaecoloog te laten onderzoeken, zelfs als je je goed voelt.